opgevoeders naar de A-finale. De rest gaat naar de B-finale voor de punten. Bij de boys van 10 en de meiden van 11. Ja, goede start voor Standbaas aan de binnenkant hoor. Met een afvoer van Andreas van Beek. Hij trekt hem door. Langs de buitenkant in. Die kost op 2. Die verder zit op 3. En dat is bij Hoving aan 4. Dat is de voorvorder die we nu hebben. Dan hebben we wel met de jager die op 5 zit. Die vervelende vijfde positie. De jager moet doorschuiven als hij naar die A-finale wil. En de standbaas die los is van de rest van het veld. Die gaat naar de A-finale. Andreas van Beek lijkt ook zeker. Niet wel op Vriendam. En Hoving gaat eens op 4. Er zit een klein gaatje naar de jager toe. Die lijkt verkoop te komen op positie 5. Wilmer de Jager gaat naar de B-finale. En de standbaas die wint voor Andreas van Beek. Niet bellen.